Hoi, ik ben David. Op Dus David Games kan je een blauw duimpje op video's achterlaten, oftewel een like. Op maandbasis kunnen dat er een heleboel zijn. Ik en vele YouTubers vragen altijd om likes, maar waarvoor precies? Bij DDG steun jij met je like een goed doel. Tot en met december is dat KWF kankerbestrijding. Voor elke 1000 likes doneer ik eind dit jaar een euro, vanaf vandaag. Vorige maand zou dat dus bijna 400 euro geweest zijn. Help jij dus DDG en een goed doel? Dan weet je nu wat je moet doen. Voor de eerste locatie moeten wij helemaal... Volgens mij kan je hem ook met Michael doen, Franklin. Je moet naar dit gaan. Naar dit kleine stukje van heel de map. Het valt eigenlijk dus makkelijk te vinden. Het is niet al te moeilijk. En dan zou er op de muur verderop een soort hidden text moeten staan. Even zoeken. Zoeken. Scratches op de mark. Hier. Old Fred. Act nice. But it ain't so. Pam, pam, pam. Daar vind je dus clue nummer 1 voor heel dit murder mystery. En nou gaan we met de magie van video editing naar de volgende clue toe. Dus voor mij duurt het nog wel even, maar voor jullie zien het zo meteen. Simeon, I don't care! Voor de volgende locatie moeten wij helemaal, we laten hem op de map zien, helemaal hier, hier naartoe. En dan is daar zo meteen de tweede clue. We gaan hem even voor jullie live opzoeken. Nou, hier moet hij zitten. En zoals je ziet... Zit hier weer een tekst. Fred makes cartoon for kids. Funny thing. Considering what he did. Bam, bam, bam. Op naar clue nummer 3. Voor clue 3 moeten wij helemaal hier naartoe. Naar de geweldige Chinese San Francisco theater. Als ik het goed heb. Sorry als het Los Angeles is. Het spijt me. En dan zouden wij even kijken... Daar zo, tada. Eeuw, nou dit ziet er best wel shitty uit. We pakken even de telefoon. De camera. Dan kunnen we het misschien beter zien. Ain't no mystery. They drowned her because of what she knew. Oh nee, wie is ze verdronken? We zien het waarschijnlijk in clue nummer 4. Oh, dat is trouwens ja, bij de bioscoop. Niet al te moeilijk om te vinden. Meneer de astronaut. Fuck you! Oh. Oh, zijn helm is eraf. Oh. Hij heeft geen raygun. Hij moet misschien de tutorial kijken. Mensen, ik zie jullie zo weer. Voor de volgende clue hebben wij misschien wat politie. En misschien wordt er wat in geknipt. En je moet eigenlijk, als je het makkelijk wil doen... Ga je naar deze locatie op je map. Rond de haven zit altijd zo'n soort bootje. En daarmee heb jij standaard je diving gear. Want wij gaan de zee in. Wij gaan op zoek naar dat... Wij gaan op zoek naar de verzonken vrouw. De gezonken vrouw. Dat moeten we... Spoiler alert. Maar er is iemand gezonken. Dus mensen, ik zie jullie zo bij de... Locatie van clue 4.2. Zeg maar. Zoiets. Mensen, ik zie jullie zo weer. Nou, we zijn een heel stuk ver eindelijk weer terug. En vervolgens moet je, op mijn map zien dit heel waardeloos. Maar dit is dus bij de military base zoals je kan zien. Je kan er vervolgens gewoon op driehoekje doen. En scuba, 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 hop, hop, hop. En dan gaan wij de diepe bodem in. En beneden op de... Waarom staat er een rood stipje? Hoezo komt er een hi? Nee, hi, nak me niet, hi. Fuck you. Ik zit hier een lijk op de bodem te zoeken. Hoezo is een hi in de buurt? Fucking kut is dit. Ik zit hier het lijk te zoeken wat op de bodem ligt. Gelukkig heeft hij me niet. Of ben ik gewoon keigoed gecamoufleerd? Oh, hij is weg. Chill. Nou weet ik alleen niet waar dat lijk ligt. Yes! Oh my god, eindelijk! De laatste clue. De vrouw met cementschoenen aan. Deze kan je op een... Ik vond hem zo het makkelijkste manier om te vinden. Je houdt een lijn aan met precies deze knik. Dan zet je cursor helemaal naar beneden. Totdat hij ongeveer gelijk staat met, zeg maar... Het eilandje helemaal rechts van je. Dan naar de bodem gaan... En vervolgens vind je hem dan na haar eindelijk. De vrouw. Met cementschoenen aan. En we zijn nog steeds niet opgegeten door haar. Dus mensen, ik zie jullie in de laatste clue. Oeh. En dan hebben we bijna de coole vintage filter van het begin van de video. Yay.
Voor de laatste clue moet jij helemaal naar de ene laatste locatie. Want hierna hebben we nog één stap. En dan krijgen wij de vetcoole vintage filter in het begin van de video. Je gaat na 9 uur 's avonds, ga je naar deze studio toe. Je loopt de trap op, gaat de blauwe cirkel. En dit kan na 9 uur 's avonds. En je moet nog een bepaalde missie hebben gedaan. Ik zal hem in de video zetten als ik niet vergeet. Sorry, het spijt me. Maar dan vaststelt u mijn reacties. Daar ligt een brief op. Die brief kan je even gaan lezen. Zitten van, oh hey, dat is leuk. Daar staat een hele lading in van informatie. Ik ga dat heel even niet doen. Dat mogen jullie allemaal gaan doen. En dan, als je dat hebt gedaan, gaan we naar buiten. En dan gaan we op naar de laatste locatie. Trommelgeroffel. Nou, dit is de laatste locatie. Je zit boven in het midden van de map. Bij de oude mijn. Je kent het eigenlijk wel. Je voelt hem denk ik al aankomen. Hier gaan wij het lijk vinden. Van een hele oude mensen heel oud lijk. Van Isaac, zo heet hij. Veel mensen hebben gezegd van, IJs van Eleanor, kijk naar zijn kleding, dit en dat. Nou, je zult het zo meteen zien. Ik raad aan inderdaad met een lampje naar binnen te gaan, anders zie je geen ene stront in die gang. Er gaan geruchten dat als je op de muren schiet, dat er jumpscares komen. Ik weet het niet. Ik zou zeggen, probeer het uit. Het is iets heel leuks om te ontdekken. De mijn werkt wel in multiplayer, er ligt alleen helaas geen lijk. Die ligt er dus in singleplayer. Want als je het lijk eenmaal vindt verderop in de mijn, krijg jij een nieuw contact in je telefoon en die kan jij bellen voor de vintage filter. Spoiler alert. Er ligt ook een filmrol bij en je krijgt een beetje de vintage, de jaren 50, maffia. Ik zit volgens mij helemaal verkeerd, maar dat is dus eigenlijk wat je kan doen. Hier hebben we het like. Zoals je kan zien, hij ziet er aardig dood uit. That's it. Je kan de filmrol niet pakken, dit is het, ja. Verder kan ik er niks over vertellen. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Dit is de legendarische vintage murder mystery oplossing. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende week gaan we, nou, volgende week hoor mij nou. Vrijdag komt er waarschijnlijk weer een leuke video met weer een exploit of een glitch of een easter egg. Ik weet het niet. Dat gaan jullie allemaal zien. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie later. Doei. Oh, oh.